Hey allemaal, hartelijk bedankt voor het kijken. Ik zit hier op het mooie Terschelling. Het is een prachtige avond, het is een nieuwe maan vanavond. En ik vond een momentje nadat de kinderen op bed lagen om in stilte te komen, om bij mezelf te komen, te verbinden met mijn lijf, te verbinden met de aarde onder me. En eventjes echt dicht bij jezelf te zijn, in plaats van in je hoofd te zijn, in je gedachten te zijn, in plaats van aan het doen zijn. Het is een van de dingen die ons niet wordt geleerd in ons leven. Er wordt ons niet geleerd hoe we met onze emoties om moeten gaan. De leer wordt ons niet geleerd te vinden en te voelen wie we echt zijn, daarmee te verbinden. Er wordt ons niet geleerd om uit ons hoofd te gaan en in ons hart en in onze intuïtie te zijn en daarna te luisteren. Terwijl niemand het advies geeft, luister naar de angst in je hoofd. Allemaal zeggen we luister naar je hart. Leren we niet het beoefenen daarvan? Want dat is iets wat het is. Het is het beoefenen van te leren hier te zijn. In je hart, in je onderbuik, in je kracht, in je intuïtie. Dicht bij jezelf. In plaats van dat wat in je hoofd speelt. De verhalen, de angsten. Onze mind is een heel angstgedreven mechanisme. Als we er niet voor waken. Als we ervoor waken en daar bewust van zijn, dan kunnen we beseffen dat onze mind dat doet uit een soort overlevingsmechanisme. Maar dan kunnen we ons verbinden met een diepere waarheid die in onszelf en voelen is onze mind aan het gaan en aan het doen. En verhalen aan het verzinnen over dat wat ik wil doen, dat wat ik niet durf te doen, dat wat ik eigenlijk graag zou willen doen, dat wat ik denk dat ik niet kan, dat wat ik denk dat ik niet ben. Of zijn het allemaal verhalen die niet waar zijn? En kan ik zakken in mijn echte kracht, in mijn lijf. En dat is waar ik het ook in deze video met je over wil hebben. Want jaren geleden kreeg ik de vraag, en ik heb erover geschreven in mijn boek Spirituele Detox. Stelde iemand mij de vraag, wat is jouw waarheid? En ik had deze vraag denk ik nog nooit gekregen. Ik had misschien wel ieder persoonlijk ontwikkelingsseminar een beetje overdreven. Maar een hele hoop van dat soort seminars en opleidingen gevolgd in mijn leven. Maar nog nooit had ik die vraag zo sterk gehoord. Nog nooit was die zo bij me naar binnen gekomen. Wat is je waarheid? En toen die vraag aan mij gesteld werd, had ik geen idee. Ergens had ik misschien wel jarenlang ook de waarheid van een ander geleefd. De waarheid geleefd van, ik moet succesvol zijn, ik moet mensen helpen. Maar waarom? Het is heel mooi als je dat wilt doen. Maar het moet niet. En toen ik me dat besefte, ik ben iets in mijn leven gaan dragen, wat niet hoeft per se. Dan ontstaat er ineens een soort vrijheid nadat die last van je schouders komt, maar wat ga je dan doen? Ik had geen idee wat mijn waarheid was. En ik ging het pad bewandelen van onder andere daarachter te gaan komen. En ik ben zo door die jaren heen gaan inzien dat er misschien wel 4 niveaus zijn in het kennen en in het leven van je waarheid. Waarbij dat eerste niveau is dat we, het laagste niveau is dat we dan het leven leven van een ander. We leven onbewust het leven van onze vader of we leven onbewust het leven van onze moeder. Omdat we ergens heel diep van binnen, zonder dat we dat op een enkele manier doorhebben, toch nog bezig zijn met die erkenning te krijgen van je vader of van je moeder. Dat persoon te zijn wie je denkt te moeten zijn voor je vader of je moeder. Die trots te krijgen van je vader of die erkenning te krijgen. Of denk dat je als je dat doet je het meest geliefd zult worden. Dat wat je doet, wat ben je onbewust gaan doen vanuit dat je denkt dat als je dat doet of daarin slaagt je het meest geliefd zult worden. Misschien leef je wel het leven van mensen om je heen, omdat je altijd meegaat met de flow en zeg je ik ga altijd mee met de flow, zonder zelf echt te weten wat jouw flow is. Wat jouw kracht is, wat jouw waarheid is, wat jij wilt. Pas je je aan je partner. En datzelfde niveau is ook het niveau waarin we misschien wel voelen dat we niet helemaal onszelf zijn. Dat we niet helemaal de keuzes maken zoals we ze zouden willen maken. Maar dat we ergens voelen dat die communicatie geblokkeerd is, dat die vastzit, dat we ons niet durven uit te spreken. Dat we onze verlangens niet durven te benoemen. Dat we in een conflict met een ander zijn, maar toch niet echt ons durven uit te spreken. Conflict met je baas, conflict in je relatie, conflict met
een medewerker, een leidinggevende, wie dan ook in je leven, investeren. Maar je bent bang om echt te zeggen wat je zult willen zeggen. Dat is het laagste niveau in het leven van je waarheid, hem niet kennen of hem niet uitspreken. En dan het tweede niveau is het niveau waarop je je waarheid leert te kennen of kent en hem ook uitspreekt, maar dat nog niet kunt in harmonie met een ander. Je spreekt hem uit op een manier, je spreekt hem misschien niet altijd uit en soms wel. En als je hem uitspreekt, dan is dat heel emotioneel geladen. Dan gaat het met boosheid, dan is het lang verkropt geweest en dan komt het er opeens uit. Je leeft weliswaar misschien niet constant het leven van een ander, maar je kunt niet in je waarheid dusdanig zakken dat het echt nodig is om hem met al die emotie te uiten. En er is conflict in je relatie en er is boosheid. Je kunt het nog niet in harmonie delen met een ander. Misschien wel omdat je het zelf ook nog niet helemaal weet wat je waarheid is. En dan het volgende niveau is het niveau waarop je je waarheid kent. En waarop je hem ook uit durft te spreken in harmonie tot anderen. Waarbij je durft te zien dat anderen hun eigen waarheid hebben. En dat je die respecteert, dat je die waardeert. Maar dat het niet ten koste hoeft te gaan van jouw waarheid. Dat je durft te zeggen waarvoor je staat. Dat je durft te zeggen waarin je gelooft. In harmonie, in respect voor een ander. En zonder ook op maar een enkel moment tekort te doen aan jezelf. En dan het laatste niveau is waarin je durft te staan voor iets groters. Durft te staan voor iets wat je graag wilt zien in je leven. Waarbij het in niveau 3 nog steeds gaat over jou, gaat het in dat vierde en laatste niveau over iets wat voorbij je gaat. Wat groter is dan jij. Een droom die je hebt voor misschien wel je gezin, een droom die je hebt voor de mensen om je heen, je leefomgeving, voor je bedrijf. En misschien wel een droom voor je land of een droom voor de wereld. Hoe je zou willen dat deze planeet eruit ziet wanneer jij hem weer verlaat in fysieke vorm. En waarin dat allemaal met elkaar in lijn is. Waarin het in lijn is wat je voelt, wat je ademt, wat je leeft, wat je voelt in je lijf. Want we gaan dan van ons hoofd in ons lijf. We voelen dat dat waar is. We voelen dat het waar is. Ja, als ik dood ga, dan wil ik deze planeet mooier zien. Dan wil ik dat we bewustzijn hebben gekregen dat aarde hier altijd gaat zijn. Ook als wij er heel slecht voor zorgen. Maar de vraag is gaan wij er met aarde zijn? Gaat er een leefomgeving zijn voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen? Gaan we weer harmonie kunnen vinden onder elkaar in plaats van in conflict te zijn over geloofsovertuigingen? Conflicten zijn over macht, over geld, over brandstoffen. Kunnen we voelen dat wanneer deze aarde ontstond, dat er per definitie voor alles en iedereen ruim voldoende was? Maar misschien niet voldoende voor onze hebzucht. En dat er een verschil zit tussen die twee. En durven we dat uit te spreken? Durven we dat te leven? Durven we dat te integreren in ons leven? Durven we het onze adem te geven? Durven we het te integreren in ons gezin? In ons dagelijks leven? In ons bedrijf? Of in het bedrijf waarvoor we werken? Dus dat zijn zo enkele gedachten die ik met je wilde delen. Om je gedachten te geven om mezelf over na te denken. Wat is jouw waarheid? Wat is je waarheid? Wat is je waarheid echt? En het vinden van die waarheid is niet iets wat je nu in één keer weet. Wat je ook niet in één keer hoeft te weten. Het is een pad wat je bewandelt. Het is iets wat je aan het doen bent. En waarin je geleidelijk dat antwoord zult gaan vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zal je nog
klein beetje de omgeving laten zien. Dat is de ondergaande zon daar, als je hem kunt zien. Bedankt. Heb een prachtige dag, heb het goed en ik zie je bij de volgende video. Tot dan.